De uitspraken van Derksen vindt sportwethouder Erik van den Burg goed voor het debat, maar leiden de aandacht af van waar het om gaat. Te veel excessen, ongeacht door wie. Heeft Derksen gelijk? Ik weet niet of Derksen gelijk heeft. Wij hebben niet cijfers die laten zien dat Derksen gelijk heeft. Wat we wel zien is dat er nog steeds te veel excessen zijn. En daar moet je dan gewoon tegen optreden. Wat in ieder geval niet werkt. En in die zin ben ik het met de minister-president eens om te zeggen van tegen een Marokkaans jongetje wat wil voetballen. Jij mag hier niet komen, want anderen hebben het voor je verpest. Na de dood van scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012, die overleed na een conflict op het veld, nam Van den Burg een aantal maatregelen. Hij ging in gesprek met clubs om gedragsregels op te stellen. En ook is er nu regelmatig een voorzittersoverleg met de KNVB en de 60 Amsterdamse clubs over de aanpak van agressie op het veld. Maar de clubs moeten elkaar ook meer helpen. We zijn aan het kijken hoe kunnen we clubs die zwakker zijn laten fuseren met clubs die sterker zijn. Kijken of clubs die wat zwakker zijn ondersteund kunnen worden door clubs die sterker zijn. Om ervoor te zorgen dat je gewoon, maar misschien geen 60, maar misschien 55 sterke voetbalclubs overhoudt. Niet alleen sterk op het veld, maar ook bestuurlijk sterk. Want dat is wat je wel vaak ziet. Clubs waar het bestuurlijk lastig gaat. Daar zie je ook eerder excessen dan clubs die gewoon het allemaal goed geregeld hebben. Van den Burg blijft het onderwerp dus op de kaart zetten. Hij voegt toe dat een gemengd bestuur bij het tot nu toe witte KNVB daar goed bij zou kunnen helpen.